zaterdag. En ik heb vandaag heel lekker uitgeslapen. Echt wel weer een beetje te lang. Ik word zo opgehaald door mijn moeder. En dan gaan we heel eventjes een heel klein beetje shoppen. Niet te lang, want zij voelt zich niet zo lekker. Maar ze heeft een nieuwe tas nodig voor haar werk volgens mij. Dus gaan we even, ik ga haar even helpen. Ja, daarna ga ik misschien nog in de avond iets met vriendinnen drinken. Alleen twee van de drie waarmee ik ze afspreken, die zijn een beetje ziekig. Dus die laten nog even weten hoe ze zich voelen aan het eind van de dag. Dus ik hoop wel dat het doorgaat, want het zou wel echt even gezellig zijn. En ja, eigenlijk moet ik heel veel huiswerk maken vandaag. Maar ja, ik doe liever andere dingen. Oh my god. Ik moet echt wat doen. Maar oké, ik heb zondag ook nog. Dus morgen dus. Dus ik hoop dat ik morgen even wat dingetjes kan doen. Want anders, ja, ik moet echt wat doen. Want ik heb ook gewoon bijna tentamen. En ik doe gewoon helemaal niks. Gewoon helemaal niks. Ik heb twee pakketjes binnengekregen van Fashionology. Dat zijn sieraden. En die werden pas na de kerstvakantie verstuurd. Ik weet niet waarom, maar waarschijnlijk denk dat ze op vakantie waren of zo. Dus die ga ik zo even uitpakken en laten zien. Of morgen. Ik moet even kijken wanneer ik tijd heb. Dus daar ben ik heel blij mee. Yes! Dan ga ik mijn spulletjes pakken en dan ga ik alvast naar buiten om even op mijn moeder te wachten. Oké, doei! Laten we kijken hoe het met Eva gaat. Oh, je kamer ziet er ook goed uit. Hallo! Hallo! How are you? I have no make-up on. Jawel, ziet er goed uit, mop. Oh, je bent mama nu aan het bellen. Ja, maar het lukt niet. Ze neemt, ik heb haar denk ik 6 keer gebeld vandaag. Ik word echt gestoord van haar. Oh, ze neemt nooit op. Nou, she's very good. She's very good. Zo, even je etters in beeld. Bel vader. Ik bel vader. Ja? Hey dad. Ja? Is mama al onderweg of niet? Ja, die gaat nu naar de auto. Oké, die gaat nu naar de auto. Oké. Ja? Want ja. Eva, haar scooter is lek. Dus ze vroeg ja. of mama en ik haar eerst even naar de pontenslinger kunnen geven. Nee, dan moeten jullie maar even daar spreken. Ja, oké, is goed. Okay, dan zien jullie zo. Gaan we naar buiten. Doei. 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 Het is ongeveer voor 10 minuutjes, dus ik ga even mijn spullen pakken. En dan gaan we er vandoor. Het was zo'n klein flesje met advocaat. Dat heb ik met in mijn vakantie gekocht, weet je wel. Een miniatuur flesje. Een half litertje is het. Of zo'n... Heb je het in één keer allemaal opgedronken? Nee. Nee, iedere avond een beetje advocaat met slagroom. Lekker. Aha, is soms 2. Of 3. Ik ben nu teruggekomen van de winkeltocht met mijn moeder. En dat was echt heel gezellig. En we waren naar de Jordaan geweest. Naar allemaal hele schattige kleine biologische winkeltjes en zo. En ik heb een dagcreme gekocht. Deze is van Dr. Hauschka. En hij heet Rosa Light. Dus het is een rooscreme. Maar deze is echt heel lekker voor een droge en gevoelige huid. En ik wil deze echt al heel lang. Dus hier ben ik echt heel blij mee. Mijn moeder heeft hem trouwens ook, dus ik heb hem van haar. Van haar gebruik ik hem altijd. Maar nu wil ik eentje voor mezelf. En deze was iets van... iets in de 20 euro of zo. Dus ja, niet goedkoop, maar het is ook niet super duur. Heel chill. En ik heb een natuurlijke deodorant gekocht. En dit is de Bergamot en Lime. En deze ruikt echt vet lekker. Er zit een soort van... plastic ding op. Hallo? Mm. 2 hours later. Oh, nu is hij wel een beetje kapot. Hij ruikt echt vet lekker. Echt een soort van mojito geurtje. Mojito, hoe je het ook wel uitspreken. Ik weet het niet, maar echt heel lekker fris. Oh, deze ruikt zo lekker. Heel chill. En deze was iets van 13 euro of zo. Maar hij is echt fucking groot. En het is zo'n roller. En mijn zus is me nu aan het roepen. Ik had ook een kaasje gekocht op de biologische markt. Met rucola erin. En die is echt heel erg lekker.
ik ga een keer even opeten en nu ga ik even naar mijn zus toe. En vanavond gaan we met alle kinderen bij mijn ouders eten. En daarna ga ik naar de stad om een drankje te doen met Sabine, Romy en Linde, als het goed is. Ik dacht dat Sabine nog ziek zou zijn, maar ze voelt zich weer beter. Oké, ik heb nu nog even een klein momentje. Dus ik ga nu even laten zien wat ik heb gekocht van Fashionology. Zoveel zin in. Twee pakketjes. Want ik had eerst had ik een bestelling gedaan. En toen dacht ik na een paar dagen, ik wil eigenlijk nog wel meer. Dus toen heb ik er twee. En wat ik altijd heel erg leuk vind van deze is dat ze het altijd echt super leuk verpakken. Een tasje. Een zakje. Oh my god. Ik heb nu twee zakjes. En een briefje met thank you erop. Thank you for waiting. Ja, want het duurde dus best wel een tijdje voordat het er was. Want ik had het aan het begin van de kerstvakantie besteld. Dus dat is zeg maar ja, rond de kerstdagen 26 december of zo. Maar ze zeiden dat ze het pas gingen versturen na de kerstvakantie. Dus pas 9 januari. Dus hier staat thank you for waiting. Graag gedaan hoor. Het was het waard. Want het was echt extreem in de uitverkoop. En het zijn echt zilveren sieraden en echte gems. Dus edelstenen en kristallen en zo. Ik had het zo leuk. Dus één groot tasje en twee kleintjes. Het zijn gewoon crappy tasjes. Maar ik vind het toch leuk als je daar iets in verpakt. Die twee ringen. Ik wilde gewoon standaard ringen. Dus ik heb hier gewoon één. Oh, ik weet niet of ik het scherp kan stellen. Gewoon één ronde. Helemaal niks. Heel basic. En eentje. En eentje met een soort van een kleine V erin. En ik hoop dat ze passen. Want je moet dan een beetje je eigen maat raden van die ringen. Oké, voor mijn ringvinger zijn ze toch. Oké. Voor middelvingers is het groot. Ik denk als het kan tenminste ga ik er eentje. Ga ik die ene gewoon zonder iets speciaals ga ik terugsturen. Want die past eigenlijk om geen één vinger van mij. Deze ook wel. Oh ja, en nu het eerste kettingje wat ik had gevonden. En deze vind ik echt super schattig. Oh hier, ik dacht bijna dat er geen sluitingje in zat. Dus ik dacht, mijn hoofd past hier echt niet tussen. Kettingje met allemaal balletjes eraan. Een soort belletjes. En... Huh? Waar ben je? Ik ben even in mijn kamer. Ik ben even laten zien... Wat... Maar je hoort niet in die kamer. Ik ben even aan het uitpakken. Maar je mag wel komen. Nee, ik kom zo, ja. En nu de tweede. Komt ook weer in eenzelfde grote tasje. Ook weer in een papiertje. Nou, het zal wel gewoon helemaal hetzelfde zijn ingepakt natuurlijk. Eerste zakje. Oh my god, deze vind ik zo leuk. Hier was ik echt het meest op aan het wachten. Deze vind ik zo cool. Het is gewoon een zilveren kettingje. En dan hangt er een kristal aan. Hoe cool, hoe cool. En oorbelletjes. Yay. Ik laat ze even zien. En het zijn gewoon, ik hoop dat je het een beetje kan zien, van die staafjes. Ik doe ze zo meteen wel even in. En drie hoekjes. En in dit oor heb ik alleen even het staafje gedaan. En voor de rest, ja, ik vind het altijd leuk om gewoon allemaal verschillende oorbellen in te doen. Ja, ik weet, Pieter Jan.